En voor het geval dat er geen diesel meer was, hadden ze allemaal fietsen, stilstaande fietsen om energie op te wekken, zoals dat ook in de oorlog ging. Hè. Dat een van hun familieleden zat flink te fietsen, dan had je licht van de dynamo, zal ik maar zeggen. Hier ook. Het was ook het idee dat de secretaresses flink zouden fietsen, terwijl de directie daarnaast in een deftig vertrek zou zitten, ook wel vrij komisch. Het verlos hem, kunt u mij horen? Ja, de vraag is natuurlijk wat je moet doen aan dat gevoel van bedreiging. Hè? Het stap-voor-stap proces waarbij Poetin, want dat, nou, ook daar moet je zeggen, waar ligt het moment dat Poetin besloten heeft van, ja, je kunt met die lui niet gaan praten, want ze luisteren toch niet. En bovendien doen ze zelf precies wat ze zin in hebben. Ik moet, en dan zegt hij ook ergens, ja, ik moet me alsmaar democratisch gedragen en Amerika maakt er een potje van. Hè? Denk aan de oorlog tegen Irak. Nogmaals, geen van al die overwegingen is een steekhoudende reden om natuurlijk. Er rijdt ons weer zo'n merkwaardig blikken kasteel voorbij. Ja. Dat juist zo'n verstandige producent als Volvo, die toch altijd van die hele prettige zakelijke stationcars maakte. Onverwoestbare stationcars, hè, looks like a tank, drives like a tank, is a tank. Dat Volvo besloten heeft om van die malle, reusachtige SUV's te bouwen. Hè? Ik begrijp daar niets van. Maar heel van. Zakelijk Nederland rijdt erin. Volgens mij, iedere CEO heeft zo'n bak. Is dat zo? Ja, niet allemaal. Maar ze hebben ook Tesla's, maar daar heel veel van die. Ik dacht dat vooral Range Rovers waren. Ook een idioot soort van auto, daar niet van. Het is hetzelfde. Oh, de post komt. Ja, daar kun je ook niet op bouwen tegenwoordig. Moet je denken dat toen het Wilhelminapark werd aangelegd en deze buurten werden gebouwd, toen had de gemeente besloten dat in de rest van Utrecht was twee maal per dag een postbestelling. Maar dit was zo ver weg van het centrum dat er in deze buurt maar 1 maal per dag een postbestelling zou zijn. Nu is er geloof ik 1 keer in de maand een postbestelling. In ieder geval of iets in die geest. Je ziet ook die postbodes. Dat was vroeger iemand in een keurig uniform. En nu is het een, als ik het zo even bekijk, een werkstudent. Ja. Ja. Zoiets, jonge kunstenaar die er iets bij doet. Er is niks mis mee. Niets, er is niets mis mee, nee. Maar het geeft aan dat het ook, laten we zeggen, qua werk een soort randwerk is geworden. Al dat werk wat we niet of nauwelijks willen betalen. Eigenlijk is die werk voor de arbeidsmarkt is hier een neefje van die koffersjouwers bij Schiphol. Hè? Ja. Dit is waarschijnlijk ook 11 euro per uur, schat ik. Ja, bij mij in de wijk komt een bezorger die tegen de pakketjes aanschopt. Oh, nou ja, het hangt een beetje van het pakketje af wat erin zit. Nou, zo'n grote doos en die schopt hij dan over de weg heen. Oh, okay. Ja, daar heeft er dus duidelijk geen zin in. Ja, dan had hij het baantje beter niet kunnen nemen natuurlijk. Maar goed, nog even terug. Misschien kunnen we dan volgende keer, dan gaan we van 99. Ja. Waarin in feite besloten is om dus die eerste 3 landen lid van de NATO te maken. Deze hoogst ongelukkige geschiedenis van groeiende kortsluiting, uiteindelijk leidend tot totale kortsluiting, niet waar, van Poetin. Want ja, wat Poetin doet, volgens mij gesteund door een deel van de elite, al zijn er ook allerlei geruchten dat tal van mensen in het Kremlin zelf niet op de hoogte waren van het besluit om de Oekraïne daadwerkelijk aan te vallen. Maar een deel van de elite zal het eens zijn met het idee. Kijk eens, in een zwak moment hebben die klerenleiers ons dat imperium afgepakt. En wij willen dat gewoon gedeeltelijk weer terug hebben. Dat is het idee eigenlijk. In het bijzonder wel die delen van het imperium die daadwerkelijk een onderdeel van Rusland waren. Dus de Baltische Republieken, de Oekraïne, Georgië, dat soort republieken in feite. En dan is het ook nog bedreigend dat die hele Oost-Europese gordel en Centraal-Europese, Oost-Europese gordel, dat die allemaal lid van de NATO zijn geworden. Wat overigens vanuit hun perspectief weer volkomen begrijpelijk was. Denk aan die coup van de zomer van 91, die is mislukt. Stel voor dat die geslaagd was. Wat dan? Dat is ook wat ik was zelf toen ook een, ja. Ik dacht ook, ja, dat moet stap voor stap en geleidelijk. En dan kunnen Duitsland, dat gaat misschien wel 3-4 jaar duren. Nee, Kool had het natuurlijk veel scherper gezien dan ik het had gezien. Zo snel mogelijk
niet wat nu de kans er is. De window of opportunity staat niet zo lang open. Ja. We moeten het nu doen. Ja. En dat is uiteindelijk, omdat dat hele idee van erover praten, diplomatieke contacten, redelijkheid, troef enzovoort, omdat dat uiteindelijk mislukt is, moet je zeggen, is het ook een zegen dat tenslotte een aantal landen lid van de NATO is geworden. Hmm. Poetin is wel nog steeds met zijn imperiale ambities gestoeld op levensroom. Zoveel mogelijk land en dan zijn we machtig. Ik weet niet of het over levensruim. Als er nou één land is wat niet moet zeuren over levensruim, dan is het natuurlijk wel Rusland. Omdat dat een gigantisch land is wat grotendeels bestaat uit dennenboompjes en permafrost. En natuurlijk alleen in het westelijk deel van dat immense hoeveelheid land is sprake van enige ontwikkeling. Maar ik heb wel eens iemand gesproken die is gefietst van Moskou naar Leningrad. Maar dat is ook alleen maar dennenboompjes en wegen en gaten erin. Dus dat is. Nee, ik denk dat het veel meer te maken heeft met de symboliek van een imperium. Het idee, wij zijn een imperiale macht. Ja, ouderwetse gedachte. Wij zijn bovendien ook beter dan Europa, want Europa is zwak en decadent. Wij hangen aan oude normen en waarden. He, ook die ellendige chef van die orthodox-christelijke godsdienst in Moskou. Ook zo'n boef waarvan men zegt dat hij ook eigenlijk FSB-agent geweest is, die ondersteunt dat. Ja, het is de imperiale droom. Hmm. Maar hij kan beter toch... We hebben natuurlijk allemaal imperiale dromen gehad. Nederland heeft zelfs een imperiale... Weet je niet, we hebben twee politionele acties gevoerd om onze imperiale dromen leven te houden, die al lang dood was. Ja, hij kan zich misschien... In Engeland... The greatest empire that ever was. Ja. Hè? Ja. En natuurlijk het sterke punt voor zover, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, Amerika heeft ook een empire. Nou, voor zover dat West-Europa betreft, zijn wij natuurlijk vrijwillig lid van dat empire. Omdat we fijn vinden dat Amerika ons beschermt en daarvoor ook een deel van de kosten draagt. Maar er zijn natuurlijk ook wel landen die heel wat minder enthousiast zijn over het American empire. Ja, maar moet Poetin niet gewoon in het binnenland investeren en zich daarop richten? Ja, landen zijn, zeker een regime als dit, is toch ook gesteld op vertoon, vlaggenwapper. Ja, met geld heeft hij. Retoriek over ja, hoe lang hij daar geld heeft. Ik ben heel benieuwd hoe natuurlijk die energie-export zich over de komende 5 jaar zal ontwikkelen. Dat ziet er toch voor hem niet erg gunstig uit. Nee, maar dan kan hij het ergens anders wel kwijt. Dan gaat hij misschien naar China daarmee. Nou, ik heb begrepen dat dat technisch uiteindelijk misschien wel mogelijk is, maar dat voorlopig de pijpleidingen toch allemaal in westelijke richtingen leiden, niet in oostelijke richting. En zo snel heb je dan weer niet een nieuwe pijpleidingen net uit de grond gestampt, of in de grond gestampt eigenlijk. Nee. Denk je dat dit boek wat jij noemt, hè, waar eigenlijk dit hele verhaal onder ligt, dat nog een boek is voor Maartens Leesclub? Ik vind het prima. Als mensen dat graag willen lezen, dan lees ik het. En dan moeten de mensen ook mee. Maar die moeten dan ondersteunende boodschappen sturen. Ja, we gaan Sarotte lezen. Al ben ik dan natuurlijk geneigd om te zeggen, moeten we niet alle drie de delen van Sarotte lezen. Ik vond die andere twee, die ik het enige tijd geleden gelezen heb, en die vond ik echt het beste wat ik over deze materie heb gelezen. Ja, maar even voor de mensen die dat gemist hebben. Een voorstel van een luisteraar was is om een boek hier te kiezen. Ik dacht dat ze meer literaire, iets literairs wilden doen. Ja, dat kan ook. Dat kunnen wij hier bepalen. Maar het idee was, we kiezen een boek. Ik heb me ook afgevraagd, moet ik hele sombere, verschrikkelijke boeken erop zetten? Of moet er ook een beetje een lichte toets worden? Nee, dat is aan jou. Of een detective. Wat je zelf... Oh, dat is aan mij. Mag ik ook detectives doen? Ja. Je mag alles kiezen. En dan is dus de oproep aan zoveel mogelijk luisteraars, ga het boek lezen. Dan moeten we daar een termijn voor bepalen waarop je dat kunt doen. En dan gaan we het bespreken. Oké. Ik heb eerlijk gezegd nog niet geen besluit genomen. Maar ik zal begin volgende week, moeten we het er maar even over hebben, zal ik iets noemen. En wat is dan een goede termijn om dat boek te lezen? Is dat een maand? Of, dat hangt af van de omvang van het boek. Ja. Ja. Ik zou zeggen, ik heb zo wel een aantal titels die toch in de richting van de 1000 bladzijden lopen. Dan denk ik dat misschien een maand wel noodzakelijk is. Ja, ja en die, ik denk dat degene die dat boek heeft gemaakt, die kan een aanzienlijke toename van de verkoop tegemoet zien. Dat weet ik niet of dat zo is. Trouwens, wat ik op het oog had, degene die boeken gemaakt hebben, om het maar even zo te zeggen, die zijn al eeuwen dood.
Of een tas, okay. Ja. Okay. Kunnen we ook doen. We kunnen gewoon met Don Quixote beginnen. Hè, in allerlei opzichten. Ja. Eerste komische roman ooit. Ja. Nog eventjes... Best leuk om te lezen hoor. Nou, we kunnen... Denk er even over na, dan komen we er de volgende keer op terug. Ik denk erover na. Nog eventjes over de NAVO, want de Finland en Zweden, die gaan we er dus erbij krijgen. Dat is op zich ook een historische verandering, als ja, dat echt gaat zeker. Gebeuren. Ja, zeker. Daar zie je natuurlijk aan hoe compleet, totaal contraproductief dat optreden van Poetin geweest is. Die heeft zich echt op echt alle denkbare analytische niveaus heeft hij zich vergist. Ja. Of was hij heel slecht ingelicht, laten we het zo zeggen. Ja, dat zal hij natuurlijk zelf nooit toegeven. Dan zal hij niet... Hij zal niet tot een soort van zelfbekentenis geraken. Dat denk ik ook niet. Nee. Wat betekent het nou voor die twee landen als zij erbij komen? In principe zijn het fijne landen om erbij te hebben. Hè? Finland heeft al heel veel investeringen gedaan. Zeker. Zweden heeft bij mijn weten een heel modern, als neutraal land, toch een heel modern, goed uitgerust leger. Dus dat, wat dat betreft, denk ik zelfs dat Zweden relatief heel wat meer aan zijn defensie heeft besteed in de afgelopen jaren dan, neem een land als Nederland of België of zo'n soort land. Dat de defensiebesteders, dat, natuurlijk, wat dat was traditioneel Frankrijk en Engeland. Engeland is eruit gestapt, wat overigens ook een hele krachtige rol speelt in dat Oekraïne-drama, zal ik maar zeggen. Maar daar zal het dan in Finland en in Zweden niet aan ontbreken aan de bereidheid om er flink wat in te steken. Maar de kern van de zaak is artikel 5. Dat in het geval dat ze aangevallen worden door de Russen, dat ze verdedigd zullen worden door het totale bondgenootschap. Maar wel in het bijzonder natuurlijk de leider en de krachtigste natie in het bondgenootschap, de Verenigde Staten. Kunnen wij ook leren van Finland? Ze hebben daar heel veel, ze hebben grotten, kelders waar ze in kunnen schuilen. Hebben wij hier eigenlijk helemaal niet. Jazeker hebben die wel. Ja, maar niet heel veel. Massa's. Je hebt geen kelder onder je huis. Ja, ik heb een geweldige kelder onder mij. Oh, ja? Jazeker. Maar geen kruipruimte bedoel ik, hè? We hebben ook een kruipruimte en een kelder. We kunnen deze opnames ook in de kelder maken. Goed, als de derde wereldoorlog begint, kunnen we de laatste in mijn kelder maken. Nederland zit vol met nucleaire schuilkelders. Vol. Is dat zo? Jazeker. Oh. Ja, die worden niet meer gebruikt. Maar die zitten er vol mee. Maar noem er eens één. Ja, het centraal station hier is zo geconstrueerd. Dat is die hele onderdoorgang. Dat is een tijdelijke schuilkelder voor duizenden mensen. Dat kan afgesloten worden aan twee kanten. En wat gebeurt daar nu mee dan? Ja, vrijwel alle ziekenhuizen hebben een nucleaire schuilkelder. Met natuurlijk een generator om van energie te voorzien te zijn als het allemaal fout gaat. Zeker. En er zijn nogmaals, al grote gebouwen hebben schuilkelders. Bekende firma's. Ik heb ooit een niet, hoe moet ik zeggen, niet ongeestige reportage gemaakt over de nucleaire schuilkelder van de directie van de Nederlandse spoorwegen. Iedereen kan dat. Zoekt u het even op, RTV Utrecht. En een hele complexe grote schuilkelder. Er stonden twee grote dieselmotoren, die zijn er niet meer. En voor het geval dat er geen diesel meer was, hadden ze allemaal fietsen, stilstaande fietsen om energie op te wekken, zoals dat ook in de oorlog ging. Hè. Dat een van hun familieleden zat flink te fietsen, dan had je licht van de dynamo, zal ik maar zeggen. Hier ook. Het was ook het idee dat de secretaresses flink zouden fietsen, terwijl de directie daarnaast in een deftig vertrek zou zitten, ook wel vrij komisch. Maar het is ook een heel verborgen schuilplek. Je zou het aan de buitenkant, als je niet weet, dan zou je nooit zien dat de atomaire schuilkelder van de directie van de Nederlandse spoorwegen is. Nee, Nederland is natuurlijk in de Koude Oorlog, de jaren van de Koude Oorlog, volgebouwd met nucleaire schuilkelders. En die komen misschien nog wel een keer van pas? Nou, dat denk ik niet. Nee? Nee. Nou heb ik natuurlijk ondertussen op het punt van de voorspellingen geen sterke reputatie opgebouwd. Maar een nucleaire oorlog waarbij ook Nederlandse schuilkelders in moeten. Nee, dat zie ik voorlopig niet gebeuren. Maar kunnen ze 17 miljoen Nederlanders huisvesten, al die kelders? Nou, dat denk ik niet. Maar nogmaals, jij zei dat wij dat niet hadden. Nee, dat dacht ik inderdaad. Het is ook zeer de vraag of je alle 5 miljoen Finnen kunt opbergen in die schuilkelders die ze hebben. Dat weet ik zo net niet, eerlijk gezegd. Ik zag een voorbeeld van een zwembad. En dan zeiden ze, we kunnen het hele zwembad kunnen we veranderen in een hele grote kelder. Van ja, duizenden mensen. Aan het Centraal Station in Utrecht, idem dito. Ja, maar het is jammer dat het nu in principe niet gebruikt wordt onder het Centraal Station. Hoe zou je dat dan moeten gebruiken? Loze ruimte, nou, opslag voor spullen. Het is geen loze ruimte, het is gewoon de onderdoorgang. De passage onder het spoor, die kon je afsluiten.
Oh, aan dus twee kanten. Waar de treinen komen nu, zeg yes. maar. Ah, oké. Okay. Okay, lijkt treinen me toch rijden over het plafond, zou je kunnen zeggen. Ja, oké. Okay. Interessant. Ja. Dan hebben we nog een paar andere vragen van mensen die zeiden dat wordt in ieder geval op de rapporten wordt er een nieuwe wijze toegepast op scholen. En omdat jij natuurlijk een onderwijsachtergrond hebt, wordt die vraag altijd ook aan jou gesteld. Wordt minder op cijfers gestuurd, komen ook minder cijfers op, maar meer op feedback en ervaring. Allemaal slap gelul, gewoon bij de cijfers blijven. Zorg dat je een behoorlijk cijfersysteem hebt, dat dat niet arbitrair een beetje met de pet naar gegooid wordt, maar blijf bij de cijfers. Waarom? Omdat natuurlijk allerlei slappe argumenten van waar je geen enkele controle op hebt, waar arbitraire oordelen natuurlijk een enorm dominante rol gaan spelen, dat moet je gewoon niet hebben. Als een jongen een 10 voor wiskunde heeft, heeft hij een 10 voor wiskunde. Als de leraar hem ook een zak te bak vindt, dan moet dat geen rol spelen, hij heeft een 10 voor wiskunde. Dus je bent hier helemaal niet blij mee? Ik ben ook niet voor dat gelul over, hoe is het ook alweer, sociale intelligentie en zo, dat is ook allemaal... Dat zijn ook allemaal smoesjes van mensen die geen 10 voor wiskunde kunnen halen. Ja, er wordt gezegd, nu krijgen we meer de empathische nood. Daar heb je het al in godsnaam, begin er niet aan. Nogmaals, het is arbitrair. Het is niet... Cijfers hebben ook, kunnen ook arbitrair zijn, maar ze zijn in ieder geval minder arbitrair dan wat... Dat gaat helemaal de verkeerde kant op. In het Nederlandse onderwijs is al 30 jaar zijn daar systematisch verkeerde keuzes gemaakt. Doe dit niet. Zorg dat je een min of meer voor zover mogelijk objectief systeem hebt op grond waarvan die kinderen beoordeeld worden. Hè? Mark die vraagt zich af of jij denkt dat Siebert nu die toch ook weer eens beslag gelegd op zijn rekeningen. Hè, er loopt nog steeds een onderzoek. Of die uiteindelijk, oh ja, Coolblue gaat ook een rechtszaak aanspannen voor een schadevergoeding. Of die uiteindelijk toch nog die miljoenen gaat terugbetalen. Ik hou het erop. Ik heb een koers hierop. Ik ben geen juridisch deskundige. Ik heb daar een stukje over in de krant gelezen. Coolblue zal waarschijnlijk zijn zaak winnen. Dat gaat op zijn best over een ton of zo. Dat zal niet zo half indruk. Miljoen. Maar ja, wat is een half miljoen op die 9 miljoen die ze hebben? Of althans die Siebert had. Datzelfde geldt voor die zaak van, was dat in Randstad of zo? Of klopt, ja. Precies, die zullen ze ook waarschijnlijk winnen. Dan is er altijd nog 8 miljoen over. En ik heb begrepen dat om daar juridische vingers achter te krijgen, het was een doodnormale zakelijke deal. Ja. En degene die opgelicht zijn, dat zijn dus deze instanties die inderdaad opgelicht zijn. Omdat ze gratis hun diensten hebben verleend aan een project waar dikker geld aan verdiend werd. Maar nogmaals, de uiteindelijke betaling van die stomme mondkapjes, die ook bovendien nog ongeschikt bleken te zijn, begreep ik. Ja, die is door het ministerie goedgekeurd. En door de minister ook. Er is wel beslag gelegd op zijn rekeningen nu, hè? Beslaglegging is in Nederland vrij makkelijk. Eigenlijk te makkelijk. En die beslaglegging gaat ook niet eeuwig duren natuurlijk. Op een goede dag zul je voor de rechter duidelijk moeten maken dat die beslaglegging ook terecht is. Dus jij hebt er geen hoop dat hij dat nog gaat terugbetalen? Nee, die heb ik niet. Anders had hij het al lang gedaan. Dacht je niet dat hij zich behoorlijk heeft laten informeren juridisch? Natuurlijk ja. wel. Ja, maar goed, je kunt ook denken van hij moet toch wel een geste maken. Want hij is natuurlijk nog relatief nog jong. Als hij een geste had willen maken, dan is hij er wel erg laat mee. Ja, dat is waar. Maar hij kan natuurlijk op een gegeven moment het geld op. Nou, dan moet hij wel heel graag een ruim bestedingspatroon ondertussen ontwikkeld hebben. Dat Audi'tje wat hij gekocht had, dat kan er makkelijk af. Voordat je 9 miljoen op hebt. Ik neem aan dat hij een deel ervan verstandig belegd heeft. Nee, daar kun je echt je leven heel rustig van doorbrengen. Maar er waren ook vermogensbeheerders die wilden hem niet hebben. Er zijn ongetwijfeld vermogensbeheerders die hem graag willen hebben. Maar vermogensbeheerders zijn nou niet de meest ethische personen volgens mij die er in deze wereld te vinden zijn. Misschien ook niet speciaal onethisch, maar ik garandeer je. Als ik morgen een miljoen heb en een vermogen van 10 miljoen heb, wat ik niet helemaal fris verkregen heb, dat ik een heel makkelijk een vermogensbeheerder kan vinden. Oh, dat is aan mij. Mag ik ook detectives doen? Voor ons ligt Duitsland, in ons marcheert Duitsland en hinter ons komt Duitsland. Maarten van Rossum over Hitler. De Joden streefden naar een eigen wereldheerschappij.
Ze waren dus een parasitair ras wat in feite die vitaliteit van het volk, in dit geval het Duitse volk, wezenlijk bedreigde. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.